Ja, u wel. Zo. U zei gisteren, ze moeten niet met een flitplan komen. En toen kwamen ze met helemaal niks. Ja, ik ben zeer somber over deze top. Ik ben ook heel somber over de vraag of Griekenland eigenlijk wel met voorstellen wil komen, tot oplossingen wil komen. Het lijkt nu dat ze de oude voorstellen opnieuw op tafel hebben gelegd, als we de berichten mogen geloven. Uiteindelijk is de enige oplossing die denkbaar is, is dat Griekenland bereid is vergaande hervormingen door te voeren, moeilijke maatregelen te nemen. En feit is dat het lot van Griekenland in de euro, de verantwoordelijkheid voor dat lot, ligt in Athene. Ligt niet hier, dat ligt in Athene. En ze nemen op dit moment, de Griekse regering, een groot risico met de belangen van het Griekse volk. Ik zit hier vandaag aan tafel om ervoor te zorgen dat we de integriteit, de samenhang, de onderliggende principes van de muntunie overeind houden. Dat is waarom ik hier vandaag zit. En dat zal echt aan de Griekse regering nu moeten zijn om met die vergaande voorstellen te komen. Doen ze dat niet, dan loopt het denk ik snel af. We staan aan de rand van een Grexit. Ik wil geen zware woorden gebruiken. Maar feit is dat als de Grieken niet vandaag of heel snel, want de tijd is natuurlijk al verlopen. Het vorige programma is al verdampt. De situatie in Griekenland is buitengewoon ernstig. Dat als de Grieken niet heel snel met vergaande voorstellen komen, bereid zijn om moeilijke maatregelen te nemen, dan kunnen we ze niet helpen. En dan zijn de gevolgen voor verantwoordelijkheid van de Griekse regering. Ja, het ging van. Hoe wil u het zeggen? Ik spreek u later. Prime Minister, is your song nearing? Dit is seconde, meneer.